gasten, Viva Mozi, welkom bij een nieuwe aflevering van het Rad van Glorie. We zijn ondertussen al bij de aflevering 15, dus we gaan best wel uit. Dat is best wel raar om te beseffen. Het voelt als gisteren, alsof we deze serie zijn begonnen, maar ondertussen zijn we volgens mij al bijna 2 maanden bezig. Het is echt ook al een super nice team aan het worden. Het gaat de goede kant op en we kunnen steeds betere spelers toevoegen. Eigenlijk vind ik het hele team wat we nu hebben gewoon eigenlijk al chill. Dolberg. Check zijn statistieken. Hij heeft 21 potjes voor mij gespeeld. Hij heeft gewoon 26 keer gescoord. What the fuck? Dat is wel echt ziek, bro. Weet je, ik gebruik in Weekend League gebruik ik gewoon Inform Lukaku. Die heeft minder goede statistieken als gewoon Gouden Dolberg. Dus misschien is Lukaku niet de juiste speler voor mij. Maar Dolberg doet het wel echt heel goed. Dat is echt super nice. Maar we beginnen gewoon deze aflevering met het kijken naar de likes van vorige aflevering. Want vorige aflevering had 2300 likes. En elke 500 likes zijn natuurlijk een half spinpunt waard. Dus in totaal zijn dat 2 gratis spinpunten. Is chill, kunnen we nu gewoon lekker 2 keer aan het rad draaien. En als we deze video ook weer de 2000 likes zouden kunnen halen, zou super awesome zijn. Misschien nog wel de 2500. Zou nog beter zijn natuurlijk. Dus best wel een duimpje omhoog. En vergeet ook zeer zeker niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Maar laten we maar 2 keer gaan draaien. Let's go. Eventjes iets goeds. We krijgen een challenge. Oké, nice. We krijgen de laatste tijd best wel vaak challenges. Ik vind challenges erg leuk. Dus dat is alleen maar een dikke voordeel. Dus. En helemaal omdat we vorige challenge ook nog hadden gehaald. Toen moest ik met mijn keeper scoren. En toen kon ik gratis een dikke upgrade doen. Dat was wel echt super chill. Oh ja, toen had ik taak ja Vigo toegevoegd. Maar we gaan nog een keer draaien. Let's go. Wat gaan we nu krijgen? We krijgen nu 2 upgrade punten erbij. We hadden er 11, dan hebben we er nu 13. En ik denk dat ik ga sparen voor een speciale kaart. Dat is ook wel lekker. Voor een inform of voor iets anders. Er waren allemaal mensen die ideeën hadden. Bijvoorbeeld hier Daf Kast. Die zei, doe Champions League kaart van Tagia Vigo volgende keer. Je kan hem ook als leen spelen. Maar ik wil hem graag zeg maar als vaste upgrade hebben voor in mijn team. Dus ik denk dat ik daarvoor eventueel voor kan gaan sparen. Of voor Inform Lozano, daar kan ik ook voor sparen. Dat zei Sander, die zei, hey Joran, upgrade Lozano naar Inform. Like zodat Joran het ziet. Had ook best wel wat likes, dus dat zou ik eventueel kunnen doen. Dus ik denk dat ik daarvoor ga sparen. En van zeldzaam goud naar Inform kost 20 upgrade punten. En we hebben momenteel 13, dus we zijn de goede kant op. Maar ik had trouwens vorige aflevering aan het eind van de aflevering ook nog een leenspeler gekregen. En dan mochten jullie bepalen wie ik dan ging toevoegen. GJ Bas had als reactie achtergelaten, doe als leenspeler Van Dijk. Dat vond ik best wel goed. Weet je, dan ga ik dat voor 1 wedstrijdje toevoegen Van Dijk. Dan zet ik hem hier neer en ik denk dat ik dan deze 2 eventjes om kan wisselen. En dan heeft Van Dijk alsnog goed teamgeest. Dus dat is helemaal prima. En Van Dijk mag ik dus voor 1 wedstrijdje gebruiken. Hij is wel echt beast, jongen. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik mag namelijk als leenspeler ook wel spelers buiten de Eredivisie gebruiken. Als vaste upgrade niet. Maar voor een leenspeler voor 1 wedstrijd mag dat wel. En dan gaan we die wedstrijd hierna natuurlijk weer met de licht spelen. Maar nu de challenge die we gaan doen. En ik heb een leuke challenge gevonden van Jelter. Ik had net even opgezocht. Hij had als challenge, als je een hattrick met Lozano scoort, krijg je Inform Lozano. Oh, dat zal echt heel nice zijn. Die comment had ook meer dan 200 likes, dus ik kon er eigenlijk ook niet omheen. Maar dat was echt super nice. Als ik nu gewoon een hat-trick score, mag ik hem dus toevoegen. Dus ik hoop echt dat dat gaat lukken. Maar laten we gewoon maar lekker een potje gaan spelen met het team. En hopelijk gaat het een beetje goed. Oké, mijn eerste tegenstander heeft gelukkig niet een extreem goed team. Het is natuurlijk wel een stuk beter als het team wat ik heb. Maar het had nog veel en veel erger gekund, zeg maar. Dit is gewoon een Premier League team, maar het is het net niet. Net niet de allerbeste spelers. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. En trouwens, voordat ik het vergeet zeg, ik heb natuurlijk Bouws Army kleding aan. Wil je het zelf ook kopen? Check het gewoon, link in de beschrijving. Er is van alles te koop. Misschien ook leuk voor de feestdagen, check het gewoon. Maar ik ga nu even geconcentreerd spelen. Oeh, daar gaan we. Zie je? Het ligt voor zijn linker, de bal. En hij schiet hem naast. Ik had gehoopt dat hij erin zou schieten. Ik had het eigenlijk ook wel verwacht, want hij lag hier perfect voor zijn linker. Maar helaas gaat hij net naast. Wat een goal. Oké, die had ik niet zien aankomen. Van Lingard, echt precies in de kruising. Geplaatst schot. Best wel vaak gaan dit soort ballen er nog in. Dus een beetje balen. Maar ik hoop dat ik nog wel in ieder geval 1 of 2 keer kan scoren. Dat ik in ieder geval wat spinpunten verdien. Nee. What the fuck? Was dat geen buitenspel? Nee. Want ik weet echt niet hoe die bal er tussendoor kwam. Wij staan gewoon op 2-0 achter. Oké, dit gaat misschien toch wat lastiger worden dan dat ik had gedacht. Hey, Lozano draaien, schieten. Ah, shit, dan moeten dat soort ballen erin. Ja, deze moet dan zitten. Volgende kans voor Lozano, die zit ook. Oké, nice. 2-1.
Ik zou in principe nu nog wel terug kunnen komen. En wat helemaal mooi is, is dat ik nu 1 goal te pakken heb met Lozano. Nog 2 te gaan en we mogen ze even toevoegen. Nou, het is ondertussen rust. Ik sta dus 2-1 achter. Het gaat op zich wel gelijk op, dus... Ik kan in principe nog wel terugkomen, denk ik. Ik hoop in ieder geval dat ik nog terug kan komen. En ik hoop al helemaal dat ik nog 2 keer kan scoren met Lozano. Dat zou echt gigantisch bier zijn als dat gaat gebeuren. Ja, Lozano voor zijn 2e. Oh, het lekt een beetje in het spel. En hij schiet hem naast. Oh, Lozano, jongen. Dat was zijn 2e. Ja, dat moest zijn 2e zijn, want het was niet zijn 2e. Shit, man. Nou, hier. Dit moet hem dan worden geplaatst, schot. Is dat een panel? Dat is een panel! Die ga ik natuurlijk nemen met Lozano. Oh, dan moet ik hem wel scoren natuurlijk. En dan hopelijk krijgt hij rode kaart. Hij krijgt ook nog een rode kaart. Oké, als ik deze score, zou ik dit misschien nog kunnen winnen. En een hat-trick scoren met Lozano. Oh, dit zou echt zo baas zijn als dit gaat lukken. Lozano. Ik zit nu wel te twijfelen waar ik hem zou schieten. Ik schiet hem in de rechterhoek en dat is de goede hoek. Oh, yes. 2 goals met Lozano. Hij heeft de rode kaart. Dit zou nog gewoon kunnen. Nice. Oh, wat gaat dit in één keer lekker. Oh, je gaat me zien echt. Vet veel ruimte, maar ik wil niet met Ziyech scoren. Ik wil met Lozano scoren. Oh, hij werd daar geblokt. Ja, als ik met Ziyech had geschoten, had ik waarschijnlijk gescoord. Maar ik wil niet met Ziyech scoren. Ik wil met Lozano scoren. Shit. Nou, volgende kant Ziyech. En die zit alsnog. Oké, dan sta ik nu 3-2 voor. Ik ga nog even ultra aanvallen spelen. En dan gaan we gewoon kijken of ik nog die ene goal met Lozano weet te scoren. Ik wil het gewoon proberen. Oké, nou, de scheids heeft afgefloten. Uiteindelijk niet nog een keer weten te scoren met Lozano. Is balen. Ik was wel echt dichtbij bij die hat-trick, maar net niet uiteindelijk. Maar ik heb gewoon uiteindelijk wel gewonnen. En dat is hartstikke mooi. Ook meer dan terecht met Lozano, die uiteindelijk dus 2 keer heeft gescoord. Ja, hij is een beetje fucked up, man. Ik heb gewonnen en eigenlijk mag ik niet klagen, want het had ook net zo goed gelijkspel kunnen zijn. Maar ik heb wel terecht gewonnen, ook als je naar de kansen kijkt. Maar dan heb ik dus 3 keer gescoord. Dat is in totaal 1,5 spinpunt. Plus winnen is 1 spinpunt. Dus we hebben in totaal 2,5 spinpunten verdiend. Wat natuurlijk al super chill is. En we krijgen natuurlijk mooi wat punten erbij. Dus dan krijgen we waarschijnlijk sowieso rang 1 beloning. Maar ik pak het rad er weer bij. Dan gaan we gewoon lekker weer 2 keer draaien. Hopelijk krijgen we wat mooie dingen. Als we nu jackpot krijgen, kunnen we gewoon een speciale kaart toevoegen. Dus hopelijk gaat dat gebeuren. Let's go! Wat gaat het worden? Geen jackpot. Maar we hebben wel 5. Dat is dus geen jackpot, maar wel prima. Want dan hebben we momenteel 18 upgrade punten. Nog 2 te gaan en we kunnen een invalk toevoegen. Oké, laatste keer voor nu. Kom op! Wat gaan we nu krijgen? Dit wordt... Ah, net geen jackpot. 3 packs. Ook hartstikke leuk natuurlijk. Dus dan gaan we dat nu even doen. En die upgrade punten, die 18 die ik nu heb, bewaar ik dus eventjes. Want ik wil natuurlijk heel graag een invalk toevoegen. Ik ga nu wel eens gewoon 3 van die premium goudpakketjes openen. Doe ik wel met coins, want ik heb momenteel geen FIFA punten. En als we een Eredivisie speler krijgen, mogen we hem dus houden voor in mijn team. Ja, de kans is wel redelijk klein, maar je weet het natuurlijk maar nooit. Eventjes skippen. Weet je, ik laat alle packs even snel achter elkaar zien. Ik vind het een beetje onzin om alle animaties en zo ook te laten zien. Maar in de eerste pakket krijgen we helaas niks. In mijn tweede pack krijg ik wel een ex-Eredivisie speler, Haller. Maar dat is momenteel natuurlijk geen Eredivisie speler. Dus die mag ik helaas niet gebruiken. En dan hebben we nog 1 pakketje te gaan. En hopelijk krijgen we daar dan nog eentje in. Want dat is natuurlijk wel chill meegenomen als we er eentje krijgen. En zit er eentje in? Nee, ook niet. Helaas, oké, geen Eredivisie spelers gekregen. Dat is wel iets minder. Maar dan gaan we nu gewoon lekker door naar het volgende potje. Ook moet wel eventjes Van Dijk verwisselen. Annuleren. Zet ik de lichten weer in en dan Van Dijk naar mijn club. Weet je, hij speelt een chill. Hij speelt altijd chill. Daarom gebruik ik hem ook voor Weekend League en zo. Maar de licht speelt ook super chill. Dus zo op zich is het ook niet een enorme downgrade. Maar yes, iedereen goede conditie. Ja, laten we het volgende potje spelen. Oh shit, oké, volgende tegenstander. Oh, trouwens, valt wel mee. Ja, zijn aanval is heel ziek. Hij heeft die Maher, speciale kaart, Willian en dan Aguero in de spits. Middenveld en verdediging valt op zich nog wel mee. Ja, het zijn wel allemaal van die beesten, maar het is niet extreem goed. Maar ja, dit gaat denk ik wel weer lastig worden. Vorige tegenstander was ook lastig, maar had ik uiteindelijk gewonnen. Dus ik hoop dat dat nu ook weer gaat gebeuren. Volgens mij zit mijn tegenstander er niet achter. Ik heb eigenlijk geen idee, maar ik score nu wel gewoon. En dat betekent dat ik 1-0 voor sta in de eerste minuut. Na de tweede minuut om weer precies te zijn. Ja, hij zit er nu wel weer uit. Volgens mij zat hij er net even niet achter. Of hij let er niet goed op. Ik heb geen idee, maar ik sta 1-0 voor. En dat is hartstikke mooi. Nou hier, Vilena. Ja, ik kom gewoon 2-0 voor. En dit keer niet omdat mijn tegenstander er niet achter zit. Dit keer gewoon nog goed te spelen. Best wel ziek. Mijn tegenstander zoveel beter team. En dan sta ik gewoon weer 2-0 voor. Wat is dit toch heerlijk spelen, jongen. Nou, het is momenteel rust. 2-0 voor. Dikke prima, niks op aan te merken. Gewoon deze lijn vasthouden en deze wedstrijd ook nog even binnenslepen. Zou wel perfect zijn, maar dan moet dat natuurlijk nog wel even gebeuren. Nee, oh, dit gaat hem denk ik worden. Ja, inderdaad.
Ah, shit, hij kreeg er echt precies in de bal. Gekopt volgens mij door Blind. Ja, en dan ben je gewoon kansloos. Oké, shit. Nu moet ik toch nog uitkijken, want dit zou wel zo kunnen betekenen dat hij nog zo terug gaat komen. Oké, hier gaan we weer. Doorberg, paasje door Bergwijn, paasje terug Doorberg. En oh, wat is het toch heerlijk gespeeld en heerlijk afgemaakt door mijn topspits Doorberg. Lekker hard staat het in 3-1. En ondertussen heeft mijn tegenstander op start gedrukt. En ik denk als ik deze score dat het afgelopen is. Oh, hoe kan hij hem missen? Shit, maar zou die rage quit? Dat zou nice zijn, hè? Rage quit! Oh, dit is zo heerlijk, jongen. Rage quit is een extra spinpunt. En we hebben gewonnen, dat is 1 spinpunt. Dus dat zijn er in totaal 2. Plus 1,5 spinpunt, omdat we 3 keer hebben gescoord. Dus we hebben in totaal 3,5 spinpunt verdiend deze wedstrijd. We hadden nog een half over van vorige. Dus we hebben in totaal 4 spinpunten. Hoe ziek is dat? En wat een heerlijke wedstrijd was dit. Oh, echt heel chill dit. En dan zijn we nu wel lekker op weg naar de divisie 4. Want we hebben 1600 punten nodig om naar de divisie 4 te gaan. We hebben momenteel 1500. Dus nog 4 potjes winnen ongeveer. En we zitten in de divisie 4. Maar ja, dan mag je natuurlijk niet verliezen. En dat is het, natuurlijk het lastige. Maar ik pak het rad erbij. En dan gaan we tot slot nog gewoon even lekker 4 keer aan het rad draaien. En die 2 upgradepunten die ik nog nodig heb voor een inform. Dat moet nu wel te doen zijn, zou je denken. Let's go. Kom op, wat gaan we als eerste krijgen? 5. Nice. Oké, dan is het nu al gefixt. We hebben nu 23 upgrade punten. En we mogen nog 3 keer draaien. En dus we mogen zo meteen in inform toevoegen. Let's go. Volgende. Wat gaan we nu krijgen? Ja, we krijgen er nog 10 bij. 33 hebben we dan in het al. Hoe ziek is dat? Oh, dit is echt heel nice. Trouwens, misschien is het wel leuk. Jullie mogen bepalen welke inform ik moet toe gaan voegen als special card. Dat is misschien wel extra leuk. Ja. Laat me weten in de comments wie ik moet kopen. Maar ik mag nog 2 keer draaien. Zo, kom op. Wat gaan we nu krijgen? Nog een keer iets goed? Oh, niet nog een keer jackpot. 3 packs. Dat is leuk. Kunnen we zo wel packs openen. Laatste keer. En wat gaan we tot slot krijgen? Nog een upgrade. Oké, nice. Dan mogen we een van deze spelers upgraden. Dan kijk ik even in mijn team. Ik ga deze AZ-speler wel upgraden, want hier staat namelijk AZ. Dus dan kan ik een nieuwe centraal midden kopen. Dan wil ik hem wel van een andere club dan Ajax of PSV. Want anders wordt mijn hele team bijna Ajax of PSV. Dus dan gaan we even kijken naar een goede middenvelder die geen Ajax of PSV is. Oké, ik zei geen Ajax of PSV. Maar het probleem is, er zijn helemaal geen andere zeldzame spelers van andere clubs. Dus dit is best wel een beetje fucked up. Maar ik denk dat ik dan ga voor Frenkie de Jong. Is goede speler, is overal wel goed in. En ik denk dat hij wel chill speelt. Dus dan gaan we Frenkie de Jong kopen. Maar dit is wel echt een beetje debiel. Ik heb gewoon geen andere keuze dan Ajax of PSV gewoon. Maar ik heb momenteel natuurlijk 33 upgrade punten. Daarmee kan ik gewoon in 1 keer een special card toevoegen. Of wat ik ook zou kunnen doen is gewoon een icon als centraal verdediger. In plaats van Blind. Maar Blind vind ik te chill. Maar misschien kan ik ook Van der Sar toevoegen. Voor Zoet. Laat me weten in de comments wat jullie denken wat het beste is. Maar ik ga deze kerel dus nu eventjes omruilen. En ik kan hem wel binnenkort misschien weer een keertje toevoegen voor op de bank. Want ik vond hem op zich best wel prima spelen. En dan zetten we hier voor nu Frenkie de Jong neer. Natuurlijk een prima spelertje. Ah, dan is het ondertussen gewoon heel Ajax en PSV wat in de basisel staat. En natuurlijk Feyenoord, Vilena. Misschien is het wel leuk om binnenkort een keer Feyenoord spelen toe te voegen voor in mijn baas zelf. Laat me even weten, goede speler van Feyenoord die ik eventueel ook kan toevoegen. Maar nu genoeg gezegd over dat soort dingen. We gaan nu gewoon lekker nog even 3 packs openen. En dan wordt dat ook het eind van deze video. Of weet je wat, in plaats 3 van deze packs open ik 2 van deze. Dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Want dit zou in totaal 450 FIFA punten zijn. En als je hier 2 van opent, dan ben je zeg maar 500 kwijt. Dus qua FIFA punten is dat bijna precies hetzelfde. Dus open 2 van deze packs in plaats van die andere. Deze zijn toch net iets chillen. Meer kans op gewoon spelers natuurlijk. Krijgen we iets? Dit is in ieder geval geen Eredivisie speler. En verder helaas ook niet wel. Bakali heeft natuurlijk bij PSV gespeeld. Best wel goede speler trouwens voor de zilveren. Maar ik stuur alles naar de transfermarkt en dan mogen we hierna nog eentje openen. En zit er hier nog eentje in? Zoals ik nu zie niet. Ik wil het nu wel even goed controleren. Niet dat ik er overheen kijk net als vorige keren. Nee, er zit geen Eredivisie speler in. Dan stuur ik gewoon weer alles naar de transfermarkt. Helaas geen Eredivisie spelers dus. Maar dat was het voor deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten voor meer dan die 2000 likes. Dan heb ik tot slot nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!